Zit helemaal daar bovenop de berg zo te zien. Hier allemaal. Hier ligt gold. Er zit sowieso een volt hier. Stone drop. Ook nog een hoop ijzer. Mijn zilver. Ja, dat ook nog hebben. Goud, zilver samen met nog iets geeft dat alchemical base. Ijs en of de wolfman. Coole rotsen. Just saying. Dat Den of the Wolfman is, vind ik niet heel vreemd, want er zitten best wel wat Wolfman. Crimson Lotus Flower. Kijk daar. Ook welkom. Die gaan een stuk harder neer als ik heb ook gewoon ijs schijnbaar. Ijs gevonden. Stone van dat ding. Oh, is gewoon ijs een bijproduct van lekkerijs misschien. Ja, dus. Oké. Nou, dan gaan we link wat black ice even harvesten en dan doen we dadelijk wel wat black ice weggooien. Twee uur 10. Okay. Wel meer dan 100 gewoon ijs. Zilver.
Even kijken. Ja, steady as she goes. En even kijken wat daar op de berg zit. Nou, toch hier zijn. Maar dan weten we in ieder geval dat daar bij de Wolfden wij markers aanmaken. Wat hoeft toch wel of niet? Gold. Ice. Oh ja, en metal ook nog. Kan ik hier ook scheren? Doet hij dat automatisch? En hier zitten ook skeletons. Oké. Oeh, hi. Kan ik nou met 5? Nee, dus. Right, niet op die dingen. Oké. Okay. Daarboven staat. Echt de kans om weg te rennen. Oké. Ik dacht dat ik gekrippeld was, niet dat ik een bliet had. Huh?
Niet direct heel erg, want we hebben nu ijs en een hele hoop metal en zo. Wat dan op space? Och, wauw. Zo, je hoeft hier allemaal niet in. Maar wat zou het zijn? Vangen we toch bij de vleet die vissen. Inleggen, maar helemaal vol te leggen. Kunnen we daar een beetje de speciale dingen in gooien. Oh, stuk van die, stuk van die. Wel heel lang mee vooruit. Oh, kijk. Nou zit er helemaal geen timer op. Dus zolang dat er ijs in zit, blijft het goed wat hierin ligt. Daar moeten we inderdaad dan alleen de belangrijke dingen in gooien, om het zo te zeggen. Zilver per se baas moet maken, of kan ik dat gewoon direct hierin gooien? Wacht, dust. Hierin natuurlijk. Nee, moeten we eerst baas van maken. Oké. Okay. Ik weet niet wat ze doen. En die hebben we nog geen. Zo. Ja, wat hadden wij voor die Improved Forge nodig? Furnace, was het. ...600 steen. Steel reinforcements, oef. Weet ik niet of we dat kunnen maken. Zo, laten we er 50 maken. Weggooien. Okay. De gold is nog bezig. Dust maken. Wat was dat andere nou? Ja, stone 500. Hoor. 25. 600 stone.
Hebben we in ieder geval weer genoeg steen. Voor dit craften zonder dat we iets van de voorraad hoeven te pakken. Daar hadden we ook een improve van volgens mij. Blacksmith smash. 100 hardend, 50 steel bars. Hier kill. Dit allemaal in mijn inventory gooien. Kambert, ja, dat zal mijn rol zo zijn. Dun to inventory. Ik ga ervan uit dat het ding gewoon sneller werkt. Dat het idee is. Zo meer slot zo te zien. Ze hebben dan 50, kunnen we er dadelijk meteen ook 2 wegpakken. Dus inderdaad. Van een upgrade. Ja. Een ijzerbaard, dat is nooit verkeerd. Oké. Oh, die goudje is al eens ook klaar. Ondertussen. Oh, die gaat niet hoger dan 5. We hebben nog meer nodig. Oh, ik hier. Kijk, krachten hebben we net geen 100. Die Enforced Steel dingen klaar zijn.
Max heel vaak een golden coins gaan maken. Dat elk kan ik op deze op voorraad hebben en deze zooi op voorraad. Wat veel. Oh ja, maar meestal als ik wil sterven, of als ik doodga, dan is het dat ik wil sterven. Laat ik het zo zeggen. Ik weet niet waar we die coins voor nodig hebben, maar... zien we onze spullen niet verliezen als we sterven. En ik ga over het algemeen gewoon op explore runs. Dan ren ik gewoon ergens zo ver mogelijk weg. En als ik dood ga of vol zit, dan laat ik me sterven en dan ben ik terug op de base. Dan hoef ik niet dat hele tering heen terug te lopen. Level use of game mechanics. Natuurlijk zal wat durability hit krijgen, maar dat krijg ik ook als ik verder zou vechten. Plus nu hebben we een plaats gevonden waar we heel veel resources heel dicht bij elkaar hebben zitten. Welkom terug. Zo. Even er allemaal uit. Yo, oppakken. Bam. Oeh, die is een stuk sneller. Brum, zegt hij. Oké. Dus dat was wel de moeite waard om dat even te doen. Dan doen we weer nog wat bricks erbij. Automatisch halenbricks, omdat ik nog zo'n consultant heb liggen. Zo. Water drinken. Wel een
pickaxe gepakt, maar de andere niet daarin gegooid. Heeft iemand zo lang een reserve bij zich? Mag voor mij ook hoor. Klein. Oké. Dan zal denk ik dat Dirty dat zijn, gok ik. Niet dat mij wat uitmaakt. Zo zeggen. Ligt er nog eentje reserve? Heeft daar software shipping op strand gebouwd daarachter? Ja, die kunnen toch gewoon bij elkaar staan of niet? Voor mij mag je hem gewoon hiernaast zetten. Daarvoor heb ik dat plateau gemaakt. Gewoon mooi dat workshipping hier allemaal bij elkaar zetten. Oké, dat wist ik niet eens. Dat wist ik niet eens dat daar inderdaad een afstand tussen moet. Dan heb ik niks gezegd. Kan ik jou... Nee, die volgorde... Oh, crap. Volgorde kun je niks meer doen, oké. Dat het super erg is, maar... Ik wil een eind op weg. Dat is goed, jongen. Fijne avond. Slaap lekker. Bij. Zo. Hoop ik toch genoeg van.
Banshan zou ook geen upgrade. Ik heb 24 punten. Sowieso die. Punten hierin duwen. Zo. Legendary Butcher. Unlock. Master Tanner. Ah, hier beginnen die allemaal te komen. Master Tanner. Improved Carpenter. Huh. Een paar kracht als we zo willen. Dus de tenner en de carpenter. Nou, wat hebben we daarvoor nodig? Master tenner. Adam breaks, wood, bark, fine. Adam breaks. 75 en 35 stiel, dat kan ik beter doen. Nog even. 25. Wacht, wat dan? 35. Bench, dat is deze. Zo. Is die ook alvast geüpgraded? Wat hadden we daar nou voor nodig? Die improved tenner. Wat van deze zooi bij gaan liggen maken.
Ah, j'attends une heure forte, mais. En wat meer steen weer hebben dat we dat gaan bakken. Ook ik. Oh wacht. Hij heeft net zo hoog. Oh. Een succes. Je paardje hebt, dan ben je zo aan die kant in ieder geval. Dat is best wel een tering aan het lopen. Je zult moeten zwemmen of door het midden heen moeten. Hier zijn we gespawnd, geloof ik. Kijken waar we humanoids kunnen vinden, want die heb ik nog helemaal niet gezien op deze map. Een beetje bloot te zijn als die allemaal aan deze kant zitten. Al zitten die toch allemaal in redelijk kleinere kampjes, om het zo maar te zeggen. Om ook wat cash op voorraad te krijgen. Mochten we ooit een vendor vinden, dan hebben we daar misschien ook wat mee. Maar dit baseert hij op dit nummer. Komt er dadelijk nog 186 bij. Ik nog tekort komen, dus ik zal sowieso steen moeten gaan halen. Wacht, is nog niet eens op de helft, oké. Okay. Daar snap ik. En wat het is, we hebben namelijk al van die rhino dingen bij deze expansie, bij de pre-order gekregen. Allemaal verschillende. En zover ik weet hebben mounts ook een inventory, zo gezegd. Dus dat kun je dan, neem ik aan, op een rhino een behoorlijk stuk meer meenemen als op een paard. Ga ik even vooruit.
Ja. Dan moet ik even mijn pickaxe weer repareren. Oké. Ik weet niet of daar saddles, zo gezegd, voor te krijgen zijn. Waar zat dat onder? Onder survival? Nee. Even kijken, dat is een novice cell, make. Wacht. Ik kan hier natuurlijk op saddle. Kijk. Even kijken. Rhino. Quillian Scout. Oh, dat is gewoon, ja. Van DLC. Rhino. Savage Cavalry, dat is ook paard. Dat lijkt het wel op inderdaad. Rhino en een paard. Wat op deze map zit. Als ik dat zo vlug kijk. Even kost 5, 9. Oh, dat kost eigenlijk geen drol. Daar moeten we 60 voor zijn. Daar hebben we bijna. Zo, dan heb ik in ieder geval 23 puntjes over in plaats van 51. Nou, nog wat extra steen hierbij duwen. Oh, heeft vannacht in ieder geval nog wat te doen. Laten we dat even vooropstellen. Super veel van, dan kunnen we in ieder geval zien hoeveel we er hebben. Kijk, dat maakt me niet uit. Rhino Travel Saddle. Dat was medium. Coat saddle. Wat daar niet heel veel in kan, silk. Oh, daar moeten we wel naar gaan kijken dan natuurlijk, hoe we silk gaan krijgen. Eventueel. Travel saddle. Silk. Silk is a valuable commodity in the Hyperion Kingdoms and flows from Kital to the east to Stygia in the south. Kitian silk is drawn from silkworms, while Stygian silk is harvested from giant spiders. Okay.
Ik hier een silke stronger en more durable. Even kijken, craftable wil het tier 1, 2, 3 of 4 armorer troll at the crafting station. Ja, weten we natuurlijk niet of dat op deze map zit. Even kijken, daar hoeven we voorlopig in ieder geval niks aan te doen. En dingen gaat nog wel even duren voordat die teller kan upgraden. Ik heb er niks mee. Is er al een work table? Nee, niet hè. Table. Blacksmith. Hammerer. Nee, die hebben we niet. Dus die kan ik best even kijken wat we daarvoor nodig hebben. En dan in de buurt hier van dat painwheel zetten. Ik weet ook meteen dat dat een torture is natuurlijk. Wauw, dat was echt een drol. Waarom hebben wij die nu? IJzer. Wine. Zoveel twine hebben we niet. Laten we eens even wat twine maken. In ieder geval mijn schorpioenen en in ieder geval schorpioenen en slangen gevonden. Dat we ook vast wel ergens voor nodig hebben straks. Die in achteraan. Dan gooi ik dadelijk die overige pijn wel even in de kist. Ik moet wel eens straks als Zack terug is eventjes met de sikkel weer wat fibers fixen. Dat komt wel goed. Pijns komen altijd te kort. En aangezien we nooit veel plant fibers hebben. De overige. Oh nee, kan ik niet terugleggen, want daar moet ik nog craften. Hoe laat leven we? Bijna 10:30. Gewoon in ieder geval met de stream stoppen. Een mailbox een beetje leeg maken. Ook het dan. Oh my God.
kameraad. Ruinhol. Oh, dat zit daar in het midden. Ik weet alleen niet of je daarmee wil stoeien, trouwens, met rhino's. Zo. Nou, kan ik mooi dat ene ding even craften. Zo. En dan hebben we meteen een klein beetje twilight vol. Een torturers workbench. Die gaan we hierbij in de buurt zetten. Het spullen wel een beetje rennen, maar uiteindelijk gaat het over. Leather steel branch. We'll stay active for well for a long while. Okay. Leather, thick leather, steel and branch. Heel veel op het moment. Er zijn ook nog hardened steel bars gemaakt. Daarvoor moeten wij deze zooi maken. Hier een brimstone hebben we niet heel veel, dus ik moet dadelijk brimstone halen. Aanzetten. Kracht. Zo. Hey. Dus brimstone. Boven een beetje zitten gargoyles. Ik ben alleen benieuwd of als ik een die overheen gooi of je dan dat blauwe kleurt. Want als dat zou zijn, zou wel heel gaaf zijn. Thank you.
Ja, wel iets met 5 mee. Krijgen we dat. Hier. Barrel flash. Nee dus. Oké. Dat is ook niet heel erg. Ik heb remsen als ik dacht. En ook de eieren hiermee, dus we gaan toch bezig zijn. Zo, gaan we stream uitgooien. Gaan we lekker nog een serietje kijken terwijl we nog een beetje farmen en zo.